Hi, welkom bij de tutorial Download en gebruik van iTunes. Voor het afspelen van video uit de digitale kit adviseren we je om VLC Player of iTunes te gebruiken. In deze tutorial laat ik je zien hoe je iTunes kunt downloaden en gebruiken. Voor uitleg over VLC Player verwijs ik je naar de tutorial Download en gebruik VLC Player op lesmails.nl/digital. iTunes is een gratis softwareprogramma dat standaard op een Mac-computer geïnstalleerd staat, maar kan ook geïnstalleerd worden op een Windows-computer. En dit laat ik je nu zien. De installatie. Ga in je browser naar www.apple.com/iTunes en klik op Download iTunes. Klik vervolgens op Download Now. Kies ervoor om het bestand op te slaan of om het direct te openen na het downloaden. Volg de stappen op het scherm om iTunes te installeren. Je kunt alle instellingen laten staan. Zo opent je computer na de installatie je videobestanden automatisch in iTunes. Je kunt nu iTunes openen. Accepteer de voorwaarden, anders zal het programma niet openen. We gaan nu een release openen in iTunes. Als de video eenmaal speelt, kun je rechts onderin een aantal opties kiezen. Met de meest linkse knop kun je de hoofdstukken selecteren en kun je snel naar een gewenst hoofdstuk navigeren. Met de knop rechts daarvan kun je de audio instellen en de ondertiteling aanpassen of uitzetten. Dat is alles. iTunes is nu geïnstalleerd en te gebruiken op je Windows-computer. Veel succes!